Het is in het centrum van Amsterdam op Koninginnedag van het middaguur af tot middernacht zeer onrustig geweest. Een demonstratie van extreem linkse jongeren tegen koninklijk huis en regering en tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek werd gevolgd door rellen waarin honderden jongelui, ook van buiten de hoofdstad, in botsing kwamen met de politie die herhaaldelijk charges uitvoerde. Vooral op de Dam ging het op bepaalde ogenblikken hart tegen hart. Wie de waarschuwingen van de politie negeerde, moest er rekening mee houden dat de politie met hem geen rekening wenste te houden. Tijdens de ongeregeldheden werden door de herrieschoppers op talloze plaatsen volkomen zinloze vernielingen aangericht. De politie stelde een aantal raddraaiers in arrest. Vele mensen die op deze vrije dag, zoals gebruikelijk op de Dam en op het Damrak, hun flaneertour wilden maken, kregen de kans niet, omdat de Dam tenslotte geheel ontruimd werd. Hier hadden de oproermakers onder andere kraampjes met feestartikelen en etenswaren omvergegooid. Sommige jongelui molesteerden zelfs leden van een fanfarekorps. In de avonduren breidden de incidenten zich tot andere straten van de binnenstad uit. De Dam, anders altijd centrum van de Koninginnedagviering, lag toen geheel verlaten. Op het Rokin stak men het vuur in enkele vaten olie en een wagen van gemeentewerken die 's middags al omver was geworpen. De brandweer moest door de politie beschermd worden. Telkens opnieuw werd het stadcentrum schoongeveegd. Het waren taferelen die herinnerden aan de onlustdagen van juni 1966. Op het Damrak, waar ook al urenlang geen verkeer meer was toegelaten, werden eveneens branden gesticht en auto's beschadigd. Het was een zeer onrustige Koninginnedag in Amsterdam, waar de bijna 300 man politie die tegen de relmakers optrad, eerst laat in de avond konden inrukken.